Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. We hebben deze keer een bier dat alle kanten op kan gaan. We hebben het hier over Pindakaas. Een 10% sterke caramel peanut butter sundae stout. Een collaboration tussen Frontaal en Brouwerij Kees. Ja, Pindakaas, Pindakaas, Kees. Haha, de grap snappen we. Kijk, ik ben gek op pindakaas. Ik ben echt wel een pindakaasboy. En dan moet het ook van die crunchy pindakaas zijn. Smooth is saai, het moet crunchy zijn. Caramel Peanut Butter Sundae Stout. Ik heb wel eens vaker gezegd, jongens, ik ben niet de grootste fan van die alleroverdreven mega zoete Imperial Stouts. Van die pastry stouts. Maar ik ben dus wel gek op pindakaas. En ik heb ook wel wat met peanut butter stouts. Ik heb een paar heel lekkere gehad, ik heb een paar wat mindere gehad. En ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar deze. Het bier is gebrouwen met, laten we even kijken. Trouwens, het is een collab, dus hij is gebrouwen door Frontaal en Kees, maar hij is gebrouwen bij Frontaal. Gebrouwen met Pale Ale, Golden Promise, Brown Malt, Roasted Barley, Golden Naked Oats, DRC, de hop is Warrior, en Powdered Peanut Butter, dus poederpindakaas. Zeg het nog eens een paar keer achter elkaar. Powdered Peanut Butter. Vijf keer achter elkaar. Powdered Peanut Butter, Powdered Peanut Butter, Powdered Peanut Butter, Powdered Peanut Butter, Powdered Peanut Butter. Verlies complete mening. En de gist is US05. Water, uiteraard. Mocht je trouwens een pindaallergie hebben, moet je dit bier niet drinken. Want er staat duidelijk op, this product contains traces of nuts. Niet aan beginnen. Ja, de label art, het is gewoon echt die hele standaard. Ja, dat bedoel ik niet negatief, maar echt die standaard canart van Frontaal. Ja, wat moeten we verder nog zeggen? We gaan hem gewoon proberen. Caramel Peanut Butter Sundae Stout. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben echt heel benieuwd. Dit kan alle kanten opgaan. Dit kan echt glorieus lekker zijn. Of gewoon de grootste hot mess die je ooit tegenkomt. Dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het bier, zoals ik hem nu uitschenk, eigenlijk relatief dun. Heel erg donkerbruin cola vibes. Tegen het zwarte aan. Flinke schuimkraag. Maar ik moet ook zeggen, ik heb hem als een klootzak ingeschonken. Veel te heftig. En het bier is echt in het glas gewoon gitzwart. Met echt een hele donkere, beetje chocolademelkachtige schuimkraag. Echt dat hele donkere mokka. Hij ziet er wel heel goed uit, dat moet ik toegeven. Qua uiterlijk is dit alles wat ik verwacht van een stout. Hij schonk wat aan de dunne kant, vind ik persoonlijk. Ik had met 10% misschien een wat dikkere stout verwacht, maar laten we dat daar gelaten. Ik heb dit bier trouwens zelf gekocht. De laatste tijd zullen jullie wel gezien hebben, er zijn heel veel bieren gestuurd door kijkers, gestuurd door webshops, gestuurd door wat dan ook, brouwerij zelf. Deze is echt even gewoon gekocht. Ik was nieuwsgierig, omdat ik wat heb met peanut butter stouts. Zullen we maar gewoon eens kijken wat hij doet in de neus? Het eerste wat me toch wel opvalt is voornamelijk heel veel karamel. Hij heeft iets notig, maar het is niet dat ik nou meteen denk, ik heb net mijn neus in een pot pindakaas gestoken. Het heeft een wat geroosterde notenkwaliteit, geroosterde pinda's. Dan, en dan meer geroosterde pinda's, niet geroosterde hazelnoten. Dat is toch wel net weer wat anders voor mijn gevoel. Echt die geroosterde pinda's. Maar niet nou echt dat ik zeg pindakaas. Het is veel meer die caramel sundae die sterker naar voren komt. En dat is helemaal niet zo slecht, want het heeft wel gewoon inderdaad die chocoladetonen wat je verwacht van zo'n Imperial Stout. Geroosterde tonen. Pinda's, absoluut. Maar voor mij zit er een verschil tussen pinda en pindakaas. Dat zal wel aan mij liggen. Maar je hebt een verschil tussen als je gewoon gezouten pinda's, ongezouten pinda's, geroosterde pinda's of pindakaas. Als je dat allemaal, ga dat allemaal maar eens verschillend ruiken. Je zult verschillen zien. Momenteel voornamelijk gewoon inderdaad heel zoet. De karamel overheerst heel erg. Ik vraag me af of het recept misschien een variatie is dan, omdat het een collaboration is tussen Frontaal en Kees. Zou het basisrecept dan misschien de caramel fudge stout zijn van Kees? Dat weet ik dus niet zeker. Ik probeer me even te bedenken wat voor alcoholpercentage die heeft. Volgens mij is het 10% standaard. Of 11? Nee, 11. Het kan natuurlijk gewoon dat ze wel het recept gepakt hebben en wat aangepast hebben. Ja, in plaats van een peanut butter stout krijg ik meer een caramel stout met geroosterde pinda's. Een beetje meer dat. De nadruk ligt voor mij momenteel veel meer op de caramel. Maar dat hebben we nog puur over de neus. Het kan zijn dat die qua smaak misschien wel weer heel anders gaat worden. Wat ik al zei, je chocoladetonen. Misschien wat lichte geroosterde koffiebonentonen. Absoluut die geroosterde mout, het bruinbrood, heel erg intens.
Veel geroosterde tonen eigenlijk. De balans tussen zoet, het neigt echt ontzettend aan zoet hoor, absoluut. Maar er zit wel een mooie counterbalance van dat bittere van die geroosterde mouten. Dat gebrande zit er wel in. Laten we gewoon eens even kijken wat hij doet qua smaak. Proost allemaal. Ten eerste wil ik echt even zeggen dat die schuimkraag mooi blijft staan voor een adjunct stout. Ook al is dat poederpindakaas. Powder peanut butter. Heb je het wel over olie die natuurlijk zo'n schuimkraag kunnen aantasten. Oké, nogmaals. Ik moet er even één ding bij zeggen. Misschien dat dat wat mee te maken heeft. Het bier is nu zo goed als op een paar dagen na 2 maanden oud. Afhankelijk van hoe het bier bewaard is, de omstandigheden erin, adjuncts net als hoppen kunnen vervliegen. Als het bier heel goed bewaard is gebleven, kunnen ze op constante temperatuur, goed gekoeld, kan het heel lang goed blijven, heeft hij ergens met verschillende temperaturen of te warm, ja, dan kan het zijn dat, net als met hoppen, met IPA's dus, dat die smaken vervliegen, verminderen. Er zit een hele mooie bitterheid aan. Er zit een hele mooie geroosterde bitterheid aan en in de smaak is die veel minder zoet dan ik verwacht had. Maar nog steeds overheerst in de smaak veel meer geroosterde tonen. Geroosterde tonen. En dan heb je het over geroosterde koffiebonen, geroosterde mout. Dat soort dingen meer. Niet zozeer geroosterde pindas of pindakaas. Ik krijg nog steeds niet een hele intense pindakaassmaak aan dit bier. En wanneer je praat over een peanut butter Sunday stout, dat je dan die karamel absoluut goed krijgt. Want dat is de tweede die heel goed doorkomt. Dat is zoete van die karamel. Die gebrande suikers. Het fijne dat ik vind aan dit bier vind ik wel dat hij dus niet overdreven meer zoet is. In de neus is die best zoet. In de smaak is het echt karamel dat overheerst. Met een mooie tegenbalans van die zoet, van die bitterheid in de finish. Ik krijg gewoon ontzettend weinig pindakaas. Ik krijg gewoon ontzettend weinig pinda's. Een licht geroosterde pindatoon. Licht geroosterde noten, absoluut. Maar ik vind het moeilijk om dit een pindakaasbier te noemen. Een peanut butter stout. Ja. Vind ik hem lekker, absoluut. Ik heb helemaal geen spijt van dat ik deze gekocht heb. En ik zie mezelf deze nog wel een keer kopen. Omdat het gewoon een lekkere imperial stout is. Met een mooie zoete toon. En een stevige tegenbalans van veel geroosterde mouten. Geroosterde koffie. En een lichte notige toon. Maar om het nou een pindakaasstout te noemen. Nee. In dat opzicht valt het tegen. Zoals ik al zei, het bier is 2 maanden oud. En daar moet je wel rekening mee houden. En dat is één ding even, dat is een leuke segue even in een ander segment voor een video hier. Ik moet misschien toch eens een keer wat meer aandacht aan besteden. Adjuncts. Alle bieren die met adjuncts gebrouwen worden, dus al die Imperial Stouts met 5000 verschillende dingen erdoor, die moet je niet bewaren. Die moet je eigenlijk zo ver mogelijk drinken, omdat het vervaagt. Afhankelijk van hoe het bier ook weer bewaard is, dat heeft er ook heel veel mee te maken, maar het gaat uiteindelijk vervagen. Een vanille stout, een coffee stout, die zullen na 2 jaar niet meer zo, zelfs na 1.5 jaar, al minder intens in die koffie en de vanille zijn dan dat ze vers zijn. Dat staan er bijvoorbeeld 2 jaar. Nou is dit 2 maanden, dat weet ik, maar toch. Ik vind hem wel lekker. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind hem wel lekker. Ja. Eindoordeel. Ik kan hem je aanraden om het te proberen. Gewoon voor een lekkere Imperial Stout met een mooie balans tussen zoet en bitter. Zoek je een echte peanut butter stout? In mijn mening zul je wat verder moeten zoeken. Maar dat, ja, dat is mijn mening en daar moet je het maar mee doen. Ik ben heel benieuwd voor de mensen die deze hebben gedronken dat hij bijvoorbeeld een week oud is. Vonden jullie dat hij echt ontzettend intens in de pindakaas zat of niet? Misschien dat er een verschil zit tussen powdered peanut butter, verse pindakaas, verse geroosterde pinda's. Ik weet het niet. Misschien zit daar echt een heel groot verschil in natuurlijk. Ja, maar dat is zoals ik het zie. Een lekkere Imperial Stout waar ik echt nog wel even van ga genieten. Maar net niet wat ik verwacht had qua pindakaasniveau. En daar houdt het voor mij op.
En dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingbox. Links naar alle social media. Links naar de Dutch Beer Collective. Link naar de mysterybeer.nl. Laat het comments achter. Vind ik altijd leuk. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.